Danny Verstegen, Roodbond jurylid op de NRM. De kop is eraf, de vaarzen zijn gejureerd. Hoe kijk je terug op de vaarzenklasse? Ik vond het heel mooie klassen met vooral veel kwaliteit van begin tot eind. En in beide rubrieken had ik echt een dier die er bovenuit stak. Toen had ik al in mijn hoofd, dat wordt de kampioen en de reserve. De juiste volgorde heb ik beslist bij het kampioenschap. Maar ik wist al dat het over die twee dieren ging gaan. Uiteindelijk heb jij als kampioen gekozen Barendonk Masia 72-73 en als reservekampioen Drauner DH Eigo 1445. Waarom heb je die twee koeien er specifiek uitgepakt? Het zijn twee supervaarzen, alle twee met een heel goed uier. Heel goed qua hoogtemaat, qua stijl, qua breedte. Maar het enige verschil was erin dat de kampioenen een veel betere kruisconstructie heeft dan de reservekampioenen. Die heeft een fantastisch uier, misschien wel nog een iets beter uier, maar net in die kruisconstructie, die positie van die zijbeenderen, was het echt op het randje om haar kampioenen te maken en daarom heb ik haar op de reserveplaats gezet. Is het niveau van de vaarzen zodanig dat je zegt, ik kijk extra reikhalzend uit naar de andere leeftijdscategorieën? Zeker en vast. Ik kijk recht naar uit om die middenklasse en straks dan in de middag de koninginnenklasse te keuren. Ik kijk er recht naar uit, ja. Dankjewel.